Een Franse delegatie heeft op donderdag 15 april een beleefdheidsbezoek aan de president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, de minister van Defensie, Krishna Mathura, bevelhebber kolonel Robert Carto Di Cromo en adviseur Humphrey Chilipsi gebracht. Het bezoek markeert de lange samenwerking die Suriname met Frans-Guyana en Frankrijk heeft. De Franse delegatie bestond uit ambassadeur Antoine Joly, generaal-majoor Javier Bouzon en brigadegeneraal Thomas Lorne.